handje. Van mijn auto met verbrandingsmotor. Gisteren zat ik met Roy in een elektrische I-Pace. Mooie auto, rijdt goed. Maar er gaat uiteindelijk niks boven een echte motor. Dit is dan wel een beetje de andere uiterste, toch? Want dit is behoorlijk extreem. Het is een Alfa Giulia Q van Quadrifoglio. De auto is niet nieuw, dat weet ik ook wel. Maar goed, dat maakt me even niet zoveel uit. Hij blijft spectaculair natuurlijk. En hij vormt eigenlijk een beetje het bruggetje naar de auto waar ik eigenlijk in had moeten zitten, willen zitten. Maar wat een beetje lastig werd. Ja, want dat bruggetje gaat ook naar een Alfa Romeo natuurlijk. Maar wat voor eentje? Alfetta. Een Alfetta? Ja. Waarom een Alfetta? Nou, die Alfetta die heeft een rol gespeeld in Autoweek Classics nummer 12. De editie die nu nog in de winkel ligt, als dit voor het eerst wordt uitgezonden. Die Alfetta die heb ik gehaald in Rome. Een dorpje in de buurt van Rome. En deze Giulia is natuurlijk een soort van de geestelijke opvolger van de Alfetta. Niet nieuw, wel leuk. Maar ik dacht dat is een mooie brug, want ik had eigenlijk nu in die Alfetta willen zitten, maar ja, die auto die staat inmiddels in de winterstalling, diep weggestopt, dus die lekker overwinteren even. Die gaat lekker winterslapen. In Autoweek Classics lees je dat complete verhaal over hoe ik dat met die Alfetta heb gedaan, en dat was even in een notendop. Vroeger bij ons thuis passeerden de nodige Alfa Romeo's, waaronder twee Alfetta's. Ah, kijk, vandaar. Mijn vader die heeft wel een voorkeur voor Alfa Romeo. Dat zit er bij mij dientengevolge ook wel een beetje in. Met een paplepel ingegoten. En nu viel het mij op dat hij de laatste jaren, hij rijdt van alles en nog wat, maar geen Alfa's en eigenlijk ook niet echt auto's waarvan ik zeg van daar gaat je auto hard echt heel veel harder van kloppen. Dus ik dacht, weet je wat, als hij zelf geen klassieker meer gaat rijden of wat dan ook, dan haal ik hem al voor. Eerste reactie? Van hem? Ja. Ongeloof, ja. Eigenlijk. Hij had helemaal niet in de gaten wat er nou eigenlijk aan de hand was. En dat begrijp ik ergens ook wel, want het is natuurlijk ook best wel wat. Ja, ik heb die auto helemaal geïmporteerd uit Italië als een cadeau voor hem. Zo van, hier heb je een Alfa, ga er maar lekker mee rijden. Een beetje aan sleutelen en gewoon weer een beetje het genieten van het autorijden, waarmee het natuurlijk eigenlijk allemaal een beetje is begonnen. Om dat weer een beetje terug te brengen bij hem. Dus daar gaat er na de winter lekker mee aan de slag. Ja, we hebben er al samen mee gereden. En dan zie ik hem wel opfleuren. Want die auto, het is alsof hij er gisteren nog mee reed. Ja. Alles gaat als vertrouwd en automatisch. Ja, dat is mooi. Dat is gewoon een mooi verhaal. Dus het was vooral ongeloof. En op dit moment begint het allemaal een beetje in te dalen, heb ik het idee. En vindt hij het natuurlijk gewoon wel super tof dat ik dat heb gedaan. En gewoon het hele gebaar vindt hij mooi. Dus wat dat betreft gewoon missie geslaagd. Ja. Mooi man. Dus dat was wel een beetje mijn hoogtepunt van 2018. Maar dat is niet de enige, toch? Want je zegt net mooi verhaal en klassieke auto's. Je hebt ook bij Renault ben je langs geweest. Ik ben inderdaad bij Renault op visite geweest in het eigenlijk de opslagkelder van hun museum. Of althans, ze hadden er een stuk of 10 auto's uitgevist. Daar konden we mee rijden in de buurt van Parijs. 4 CV, dus de 4 CV. Ja. Echt oud. Het aandoenlijke. Leuk dingetje. Ja. Motortje achterin. Nou, dat was echt heel primitief autorijden. Toen stapte ik over in een vijfje. Gewoon de vijf. Zoals we hem ooit zo gewoon. Ja. Maar super schattig autootje natuurlijk. Die was leuk. Toen in een Fregat Domaine. Het is een vrij forse auto. Een beetje Amerikaans gelijnd. En als laatste in de Renault 16. En natuurlijk kende ik de 16 wel. Maar ik had er nog nooit mee gereden. En ik moet zeggen dat reed echt serieus goed. Echt heel comfortabel en heel soepel. En ik snap wel dat die auto ook destijds auto van het jaar werd. Ja. En waarom dat een hele fijne gezinsauto was. Leuk weet je natuurlijk, de wielbasis van die auto, die niet. Ja, links en rechts verschillend. Precies, ja. Ja, ja, ja.
Nee, ja, hele mooie auto. En ja, gewoon een hele leuke ervaring om gewoon uit zo'n greep uit hun collectie, die zetten ze gewoon voor jou klaar. En dat is bijzonder toch ook, dat ze dat gewoon bij weer en wind de deur uitsturen. Gaan we lekker sturen, ja, daar zijn die auto's voor gemaakt. En dan, ja, dan doen we dat ook. Ondertussen zet ik even deze in. Kijk, nu. Dan gaat die klinken. Ik vind het zo gaaf, ding. Klinkt goed, hè? Hij klinkt fantastisch. Hij reed te snel. Gaat hij run? Hij is net een stug. Hij is een beetje stug. Ik heb de dempers op zacht staan, hoor. Nou, dit is de zachte, hè? Ja, het is nu een beetje glad. Dus het is echt linker soep met 510 pk op de achterwieltjes. Dus ik doe het... Toch leuk dat ze dat nog doen, hè? Dat ze dat weer doen, eigenlijk. Dit soort... Ja, dit is gewoon echt een hele speelse auto. En natuurlijk heb je nu de Stelvio Q ook. Ja. Met ja, eigenlijk dezelfde aandrijflijn, maar dan vierwielaandrijving. Maar dat is ook een heel... Ja, gewoon echt een leuk ding om mee te rijden. Natuurlijk compleet idioot. SUV met zoveel vermogen. Maar ja, we zien het steeds vaker gebeuren. Ja. Zit er een beetje lompheid in die jij wel leuk vindt? Want je hebt natuurlijk met Ford heb jij in die Mustang die Bullet gereden. Ja. Over lomp gesproken, dat moet toch wel een beetje... Tussen die oude, dat moet wel denk ik een beetje lekker zijn. Dat, het is niet echt lomp, het is meer gewoon van dik hout, weet je wel. Ja. Gewoon een grote V achterin en we weten allemaal, die Mustang, die moet het niet hebben van zijn sportieve capaciteiten, maar het is gewoon, het is een gaaf ding om te zien en om te rijden. Het ronkt, het brult. Dat ligt wel echt in jouw straatje ook, toch? Met de Amerikanen en de... Amerikanen, ja, daar kun je mij wel voor wakker maken. Dus dat was ook een hoogtepuntje van het afgelopen jaar. Dat die Bullet Mustang. Ford kwam natuurlijk zelf met een nieuwe. Of nou ja, een herinterpretatie van de auto uit 1968. En nou ja, Bullet, voor wie dat niet kent. Dat was een film met Steve McQueen. De achtervolgingsscène door San Francisco met een Dodge Charger. Dat is een legendarische scène geworden. En ja, Ford heeft een soort van feesteditie gemaakt. Dus ik dacht van ja, dat is leuk. Maar eigenlijk is het met alle respect een soort van actiemodel natuurlijk. Ja. Zo'n Bullet Mustang. Wel een zeldzame, want we hebben er eentje in Nederland volgens mij. Er is er voorlopig volgens mij maar eentje in Nederland, ja. Dus ik dacht van, weet je, dan haal ik de oude erbij. Natuurlijk een replica, want de echte die is onbetaalbaar. Die heb ik laatst wel op de LA Autoshow zien staan. Daar stond hij. Maar ja, gewoon een gaaf verhaal. En met een gave auto, nou ja, een moderne auto en een klassieke bij elkaar. Dus ja, dat was echt wel een feestje om te maken. Ja, toch een film. Overigens, ja, nu heb je oud en nieuw gecombineerd natuurlijk. Maar je hebt ook een nieuwe auto gereden. De TT. TTS, moet ik zeggen. TTS, trouwens. Maar dat was niet zomaar ergens. Dat was op... Het was de Isle of Man. Ja. En een beetje, weet je, autosportliefhebber of motorsportliefhebber, die weet natuurlijk dat er op de Isle of Man heb je geen snelheidslimiet. Dus dat is een plek, ja, die staat gewoon op de bucketlist. Ja. Althans bij mij wel. En volgens mij bij jou ook wel. Dat is wel gaaf, ja. Daar moet je een keer geweest zijn, toch? Maar is dat niet doodeng? Je kent die filmpjes natuurlijk wel van die motorrijders die met, wat is het, 300... Ja, dat is natuurlijk gewoon idioot. Ja. En daarom ook zo tof, precies, eigenlijk, omdat het volslagen onverantwoord is. Met de auto is het natuurlijk iets ander verhaal, sowieso omdat je wat beter beschermd zit, dat weten we allemaal. Maar, en die TTS, het was natuurlijk een facelift model, dus de auto zelf, ja, daar viel met alle respect niet zo heel veel over te melden. Dus ik dacht van, nou weet je wat, dan gaan we het even over de Isle of Man hebben. Dus ik heb in mijn video heb ik ook proberen een beetje de historie en de magie van de Isle of Man proberen uit te leggen. En het is inderdaad ook best spannend als je daar rijdt. Ze hadden voor ons een heel stuk weg, hadden ze afgezet. Dat scheelt wel natuurlijk. Dus daar konden we achter een pacecar aanrijden. Ja. Dus die konden de lijn een beetje uitzetten. Maar het is heel tegennatuurlijk. Dat je weet dat het mag, want later mochten ook over de rest van het eiland en buiten de bebouwde kom. Daar geldt het gewoon geen snelheidslimiet. Ja. Maar dat is heel raar, omdat je bent gewend van, ja, je gaat natuurlijk wel iets sneller buiten de bouwde kom. Maar ja, je doet een beetje normaal, maar daar mag je eigenlijk doen wat je wilt. En dat was gewoon cool. En volgend jaar heb je nog dingen waarvan je denkt, ik ben nou hier en daar geweest, ik zou daarheen terug willen. Of dit moet ik nog doen, of je had die bucketlist al eventjes. Ja, het staat natuurlijk nog wel meer op de bucketlist. Maar het komt voorbij als het,
als het zover is, weet je wel. Soms moet je het een beetje opzoeken, maar soms komen dingen ook gewoon op je pad. En dan profiteer je ervan. De Isle of Man, ja, als Audi niet had bedacht om daar die introductie van de DTS te gaan doen, dan was ik er nu nog steeds niet geweest. Nee, precies. Dus, nee. Dat is natuurlijk het mooie van ons vak. Ineens ligt er een uitnodiging om naar de meest geweldige plekken te gaan. Ja. En die pak je natuurlijk. En die, ja, als het even kan, dan pak je dat mee. Dus ja, dat was 2018 in notendop en wat 2019 gaat brengen. Dat zullen we wel zien. We gaan het zien, ja. Hey, jij stapt morgen achter het stuur. Klopt, van de auto. Met wie heb jij het genoegen? Met Frank Jacobs, die gaat naast me zitten. Oké. Okay. Nou, ik als nieuwsman ga natuurlijk een beetje het nieuws van het afgelopen jaar bespreken. En daar zitten ook wel wat verrassingjes tussen, denk ik. Dus, ja, nou, ik ga het allemaal terugkijken straks. Genoeg hier aan boord te hebben, Lars. Dankjewel, wat een eer ook. Dat, ja. En jullie ook allemaal het allerbeste voor het nieuwe jaar.